Het personeel van het Sint Anna ziekenhuis in Geldrop zocht in 1971 een cadeau om de nieuwbouw op te sieren. Zij benaderde onze dorpsgenoot Jan Dijker om een schilderij te maken. In 2010 werd het pand verbouwd en is het werk in kratten verpakt en opgeslagen. Vijftig jaar later is het bijzondere werk weer terug in Moergestel. De Barmhartige Samaritaan is afgelopen week gemonteerd in Galerie de Verdieping in de Boogaard. Een plek die recht doet aan dit kunstwerk en zijn schepper Jan Dijker. Vanaf de eerste expositie in september is het in zijn volle glorie te bewonderen, mede dankzij de stichting Vrienden van Sint-Jan.